Mijn werk bestaat uit het melk ophalen bij de veehouder en deze melk lossen op een fabriek van Friesland Campina. We hebben een familiebedrijf wat is ontstaan in 1980. Toen heeft mijn vader is begonnen met het melk ophalen voor Campina. In 2012 heb ik het bedrijf overgenomen. Ik ben in 2015 samengegaan met een compagnon die het ook heeft overgenomen van zijn vader. En wij zijn verder gegaan onder de naam Melktrans. Ik rij al vanaf dat ik 5 jaar ben ongeveer met ons pap mee op de melkwagen. Dat ik chauffeur wilde worden, dat stond toen al wel vast. Dat het ook de melkwagen ging worden, heb ik wat later eruit gekregen. Maar de passie is gewoon geweldig, ik doe het met plezier. Het mooiste aan het vak van melkwagenchauffeur is toch wel het contact met de veehouders. Je komt om de 3 dagen bij de veehouders terug en je bouwt een beetje een band met die mensen op. Je krijgt de persoonlijke verhalen af en toe te horen en dat maakt wel het mooiste van het vak. En ook wel natuurlijk het lekker binnendoor door de natuur rijden. Dat is ook wel heel erg leuk. Een wens voor de toekomst van Melktrans is dat wij over 25 jaar nog steeds met dezelfde passie het werk doen als vandaag de dag. En natuurlijk zou het heel leuk zijn als een van de kinderen het bedrijf voort zou zetten. Dat zou helemaal een leuke droom zijn.